Als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal 3 dingen. Wel, ik denk mijn computer, dat ik wat kan schrijven, mijn vriendin en mijn dochter. Telt dat als dingen? Ja, ja hè? Ik zou zeggen van wel. Wat doe je als je later oud bent? Als ik oud ben, dan doe ik hopelijk nog steeds wat ik nu doe. Schrijven en veel lezen. Maar dan hopelijk ook in de wintermaanden in een wat beter klimaat of zo. Dat is toch wel de droom, ja. Is er een overleden schrijver die je bewondert? Er zijn heel veel schrijvers die ik bewonder. Ja, er zijn heel veel dood. Er zijn er meer dood dan levend. Dan ga ik toch voor Tolstoj. Ja, ik vond zijn Anna Karenina echt wel... Ja, dat is het beste roman naar mijn mening. Ja, Tolstoj. Wat is jouw minst favoriete dagelijkse bezigheid? Ik ga het algemener maar wachten. Ik ben nogal ongeduldig. En als ik moet wachten, in de Albert Heijn of als ik ergens zit om een koffie te drinken, moet wachten op die koffie, dan kan dat denk ik niet tegen. Dus wachten in het algemeen is mijn minst favoriete bezigheid overdag. Wat is een lokhoer? Dat is wel interessant. Op een bepaald moment was er in Rotterdam, waar het boek zich afspeelt in de jaren 90, nogal veel overlast van prostituees die zich buiten de gedoogzone door de straten gingen. Het waren vooral heroïne en heroïneverslaafde meisjes en vrouwen. En daar is toen vanuit een bepaalde straat, Heemraad Singel, een soort wandelclub ontstaan van bewoners die zich gingen verzetten tegen wat er gebeurde. Die vrouwen ging proberen te helpen en hun pooiers, dealers probeerden te verjagen. En wat ik dus heb gelezen is dat er op een bepaald moment ook een aantal van hen, van die wandelclub, zich als lokhoer gingen verkleden om zo potentiële klanten te lokken. Die werden dan weggejaagd, soms gefotografeerd. De nummerplaat werd gefotografeerd bijvoorbeeld. En naar hun huis of hun baas gestuurd. Roze koeken, vertel eens. Ja, roze koeken. Die zijn nogal van belang. De vrouw om wie het boek draait, dat is een vrouw, het stoffelijk overschot eigenlijk van een vrouw die 10 jaar dood in haar bed heeft gelegen. Dat was ook echt dat is ook echt gebeurd. In 2013 is zij gevonden. Daar is mijn roman, die fictie is uiteraard wel op gebaseerd. En zij eet graag en bijna dagelijks een roze koek. En op de een of andere manier heb ik in roze koeken, ik vind dat dus iets geweldig. Al is het maar omdat het dus heet wat het is. Omdat het zo één op één. Het is een koek, het is roos. Dus we noemen het roze koek. Dat vind ik op zich wel mooi. Ik heb die trouwens geprobeerd in mijn debuut. In een hele vroege versie zaten ook al roze koeken. Maar die zijn er uiteindelijk uitgegaan. Dus nu dacht ik voor de tweede. Ja, die roze koeken die doen er deze keer echt in. Dus ik vind ze ook best lekker eigenlijk. Hoe heeft een krantenbericht een inspiratiebron kunnen zijn voor jouw laatste roman? Ik was in november 2013 ben ik naar Rotterdam verhuisd. En ik was letterlijk mijn verhuisdoos aan het uitpakken toen ik dus las over een stoffelijk overschot van een vrouw dat was gevonden. Enkele straten van waar ik toen woonde. Ik ben daar toen naartoe gewandeld. Ook niet goed, ik wist ook niet goed waarom, maar ik wandelde daar en ja. En haar verhaal, dus de tragiek daarvan, is mij nooit, is mij altijd maar bijgebleven. Dus al die jaren, dus ondertussen toch al iets van een dikke 8 jaar, is dat in mijn hoofd blijven rondzingen. En dus nu dacht ik van ik maak er gewoon, het is tijd dat zij een stem krijgt.
En hoe het dan komt dat krantenartikel een inspiratiebron is, dat onderzoek ik dus ook wat in die roman. Dus het is ook het verhaal van het verhaal, wordt ook verteld. Want ik heb het mij ook wel afgevraagd van waarom dat dan zo bleef rondzingen. Ja. Ik vind het heel spannend als het op het moment dat het gaat verschijnen, omdat het zoiets compleet anders is dan mijn eerste. Het is ook persoonlijk. En dat vind ik wel lastig. Dus ik vind het heel spannend, maar ik voel ook wel een heel grote noodzaak dat dit boek moet hier nu zijn. Ja, roze koek. Ze zijn echt lekker.